We gaan met StadsTV een nieuwe serie maken. We nemen u mee in de geschiedenis van oude gebouwen. Wie hebben er gewoond? Wat heeft het gebouw meegemaakt? Wat zijn de verhalen erachter? In deze eerste aflevering gaan we op zoek naar de geschiedenis van Rozenhagen. Het is 1882. Tiel heeft een station en is voortaan per spoor verbonden met de rest van Nederland. Gegoede Tielenaren vinden het aantrekkelijk om aan de weg naar het station te wonen. In 1884 ontstaat de naam Stationstraat, bedacht door de timmerman Remmert Pitlo, die er de eerste huizen bouwt. Op de hoek bij de Voordekijk uit laat de steenbakkersfamilie Serret de Villa Beauquin zetten. Het pand is rijk aan fraaie details. In de oorlog woonde hier de familie Roesing en later architect Wierda. Als je verder de Stationstraat inliep, stond daar de melkfabriek en verderop een rij huizen ontworpen door de Rotterdamse architect Buskens. Hij tekende ook het grote huis voor de familie Daalderop, die kapitaal had vergaard in de metaalwarenindustrie. Het werd landelijk bekend omdat het is opgenomen in een boek over architectuur uit 1920. Aan de overkant liet burgemeester Bunhof in 1898 zijn woning bouwen. Maar het mooiste pand staat in het midden van de straat, de Villa Rozenhagen. Het is in 1886 gebouwd in opdracht van Nicolaas Johan van Lutterveld, advocaat en later administrateur bij de Nederlandse Maatschappij van Brandverzekeringen. Hij woont op Rozenhagen met enkele ongetrouwde broers. Architect van het fraai versierde woonhuis is G.A. Scholte, die ook leraar is geweest aan de Rijks-HBS in Tiel. Hij bezat grote bouwkundige kennis die hij in een boek heeft vastgelegd. December 1911 overleed Van Lutterveld. Dan probeert de gemeente Tiel Rozenhagen te kopen, omdat het oude stadhuis in de Vleestraat te klein is geworden. Het lukt echter niet. Nieuwe bewoner wordt meester Anton Gerrit Emiel Ridder van Rappert, president van de Tielse rechtbank en een kleurrijk figuur. Hij is getrouwd met Irma von Maubeuge, een mooie vrouw van Pruisische afkomst en zeer kunstzinnig. Hun zoon, de latere burgemeester van Gorkum, vertelde hoe hij als jongen samen met zijn broer een gaatje in de zoldervloer had geboord om zo in het atelier van hun moeder te kunnen kijken als ze daar een naaktmodel ontving. Ook prins Hendrik was meerdere malen te gast bij de mooie Irma. Hier neemt hij een défilé af van de Tielse padvinders. Prins Hendrik was beschermheer van de Nederlandse padvinderij. Als in 1933 de Tielse rechtbank wordt opgeheven, vertrekt de familie van Rappert wat later naar Reden. De nieuwe bewoner van Rozenhagen wordt Nicolaas van Gijn, directeur van de Rotterdamse Bank. De bank is daar ook gevestigd. In 1937 laat hij achter de villa een tennisbaan aanleggen. Van Gijn is vanaf 1938 ook voorzitter van de vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken. Daar nog twee andere bewoners trekt in de jaren 60 Karel Scholte van Aschat met zijn gezin in Rozenhagen. Hier staat hij op de foto met tandarts Buisman. Ook hij is bankdirecteur en bestuurslid van de Oudheidkamer. Zoon Gijs, nu een bekend acteur, groeit hierop. Al op jonge leeftijd speelt hij er samen met zijn broer, zus en vriendjes toneelstukjes. Tot 1976 blijft de bank er gevestigd. Vanaf dat jaar zijn de klanten welkom in het nieuwe bankgebouw aan de Veemarkt. En Rozenhagen, dat krijgt een nieuwe bestemming als makelaardij Schoeman. Rond 2010 vertrekt deze makelaardij. Vervolgens wordt het pand weer geheel opgeknapt in oude stijl.